In de gemeente Ede ligt een bijzonder natuurgebied. De Ginkel. Hier wisselen bos en heide elkaar af en komt de geschiedenis tot leven. Dat maakt het een populaire bestemming voor toeristen en andere bezoekers. Maar door een stijgend aantal gebruikers staat de natuur in het gebied onder druk en ontstaan er problemen met de bereikbaarheid. Op drukke dagen zijn er niet genoeg parkeerplekken, waardoor bezoekers buiten de aangewezen plaatsen parkeren. Dat veroorzaakt onveilige situaties. Ook moeten bezoekers de drukke Arnhemse weg oversteken om van het ene naar het andere deel van het gebied te komen. De wandelpaden in het gebied doorkruisen kwetsbare delen van de Ginkel. Ze worden intensief gebruikt en daar hebben kwetsbare planten en dieren last van. In sommige gevallen verdwijnen ze zelfs uit het gebied. Dat kan zo niet langer. Samen met mensen die in de Ginkel wonen of werken, gaan we aan de slag voor een betere balans tussen bezoekers en de natuur. Er komt een centraal punt om te parkeren. Vanaf daar betreedt men het gebied via wandel- en fietspaden die kwetsbare planten en dieren meer met rust laten. De provinciale weg wordt veiliger gemaakt. Zo kan bijvoorbeeld de snelheid worden verlaagd en kunnen er veilige oversteekplaatsen worden aangelegd. Met deze maatregelen geven we de natuur rust en de bezoeker veiligheid. Zo zorgen we ervoor dat de Ginkel ook in de toekomst een plek blijft waar zowel mens als dier onbezorgd kan genieten van de natuur.